Het werkt heel goed, die small talk. Het werkte zo goed dat mensen aan het eind van het interview zeiden: wilt u het hebben? Zeg dan nog maar eens nee als je eerst 3 keer hebt gezegd: oh, dat is echt mooi. Hoe doe je goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Gerben Moerman. Dank u wel. Dit is een verschrikkelijk moeilijke vraag die ik eigenlijk niet kan beantwoorden. Dit was het. Nee, ik zal... Die vraag is niet te beantwoorden natuurlijk. Hoe doe je goed en betrouwbaar onderzoek? Dat kan zeker niet in een kwartiertje. Laten we het wat gaan terugbrengen. Terugbrengen tot datgene waar ik het meest van weet, misschien. Tot datgene wat veel sociaal wetenschappers doen in hun onderzoek. Namelijk interviewen. En ik wil het graag met jullie hebben over wetenschappelijke interviews. En ik wil het met jullie hebben over experimenten. Ik heb gestudeerd in Leiden. En in Leiden deed ik antropologie en daar hadden we 1 dag interviewtraining. De hele dag door. En een van de belangrijkste lessen die we daar leerden is: als je een interview begint, moet je beginnen met small talk. Je praat gezellig over het weer. Dat ging geweldig op leeronderzoek in Drenthe. In januari. IJskoud. Je kwam binnen en je zat sowieso nog een kwartier bij iemand thuis te rillen. En dan begon je natuurlijk te vertellen over: oh, hoe koud is het en hoe een eind fietsen is het hier in Drenthe. En dat werkte geweldig. Daarna, een paar jaar later, deed ik onderzoek in Sri Lanka. En ik wist nog heel goed, als je begint aan een interview, dan moet je beginnen met small talk. Het weer. Oh, wat is het lekker weer vandaag. En iedereen keek me aan. Wat een idioot. Ja, gisteren was het hetzelfde weer. En vorige week ook. En 2 weken daarvoor ook. Ja, en het regende om 3 uur. Ja, ja. Dat is vrij normaal. Dat is helemaal geen small talk daar. Dat is gewoon nonsense talk daar. Dus wat ik deed was iets anders wat ik aangeleerd had gekregen. Namelijk, ja, zeg iets over: goh, wat heeft u daar een leuke u staan? Of wat heeft u een mooie schilderij? Of wat dan ook. Nou, dat deed ik in mijn interviews. En zo begon ik. Van nou even eerst kletsen en vervolgens met het serieuzere werk aan de slag. Dus ik zei tegen mensen: goh, wat heeft u een mooi kunstwerk hangen? En nou, daarna het interview. En ik dacht: ah, dat werkt heel goed, die small talk. Het werkte zo goed dat mensen aan het eind van het interview zeiden: wilt u het hebben? Zeg dan nog maar eens nee, als je eerst 3 keer hebt gezegd: oh, dat is echt mooi. En dat deed ik 1 keer, waardevol kunstwerk. En dat deed ik nog 1 keer. Small talk is leuk, maar is niet alles. Later deed ik veldwerk in India. En toen moest ik iemand interviewen die beschuldigd was van corruptie. Hij was ook zo corrupt als de pest. En ik was stiknerveus, want dat doe je niet elke dag. Ik was stiknerveus. Dus ik dacht, ja, small talk. Bollywood? Nee, dat zal hij wel niet weten. Wat zal ik dan doen? Goh, wat een mooi dienblad! Waarom doe je dat, die small talk? Die small talk doe je om een sfeer te creëren. Net zo goed dat je hier flauwe grapjes maakt om iemand te laten schateren. Dat is 1 iemand, ze kent me. Dat doe je om een sfeer te creëren. Op televisie gebeurt dat constant. Matthijs van Nieuwkerk doet niet anders. Yvonnier zegt alleen maar: oh, wat een geweldig huis. Die gebruiken dat voortdurend om rapport te creëren. Een vertrouwensband te creëren. Is dat dan alles wat je moet doen in een interview? Nou, in een televisieinterview kom je daar een heel eind mee. Als het een gezellig gesprek is, dan kan het best in de ochtend uitgezonden worden. Maar in wetenschappelijke interviews wil je iets anders. Wil je meer dan dat. Je wil geen infotainment. Je wil eigenlijk informatie hebben. Je komt dingen halen. Je komt kennis halen in een interview. En wat voor kennis? Nou, zo specifiek mogelijk. Zoveel mogelijk.
zo duidelijk mogelijk, zo relevant mogelijk, zo persoonlijk mogelijk. Dus je wil zo goed mogelijke kwaliteit van informatie hebben. En hoe wil je dat verkrijgen? Nou, natuurlijk een beetje small talk, maar dat gebruik je of misbruik je. Nee, je wil veel, zo goed mogelijk informatie, dus je gaat heel snel over op een bepaalde manier mensen informatie ontfutselen. En dat betekent dat je niet mag suggereren. Je mag niet zeggen, oh, vindt u ook niet dat? Of, wat vindt u nou voor verschillen tussen westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen, allochtonen uit Oceanië enzovoort. Zo doe je dat niet. Nee, je vraagt het veel subtieler. In tegenstelling tot televisieinterviews. Je past op met woorden als dus. Want dan ben je al heel snel aan het samenvatten of misschien wel aan het sturen. In wetenschappelijke interviews probeer je zoveel mogelijk inhoudelijk terughoudend te zijn. Dat staat in de interviewhandboeken. Dat doen de meeste mensen ook en ik geloof ook dat dat het beste werkt. Veel beter dan, sommige auteurs suggereren het hoor, om gewoon keihard te beginnen en niks, geen small talk. Maar ik denk dat dat waardeloos werkt. Ik heb in mijn promotieonderzoek interviews gedaan naar wat vinden mensen Amsterdammers? Wanneer is iemand een Amsterdammer? Of wanneer is iemand een vriend? En wanneer is iemand een allochtoon? Mensen denken daar heel divers over. Over vrienden, sommige mensen hebben tientallen vrienden, Facebook-vrienden niet meegeteld, en andere mensen zeggen, nee, een vriend, dat is diegene die heel dicht aan je hart staat. Ik heb er maar één. Of sommigen zeggen, ik heb eigenlijk geen vriend. Heel persoonlijke verhalen, wat je zonder dat interview niet had kunnen weten. Dat probeerde ik te verkrijgen. En hoe deed ik dat? Nou, ik had 36 interviewers die voor mij die interviews uitvoerden. 214 interviews in totaal. En waarom deed ik er zoveel? Om zoiets onbenulligs te weten te komen. Namelijk, wat is een Amsterdammer? Echt belangrijk om te weten. Nee, die interviews deed ik omdat ik wilde controleren datgene wat in veel interviewhandboeken stond. Namelijk het volgende. Je moet op een bepaalde manier doorvragen, stond in handboeken. En in sommige handboeken stond dit. Dat je dit gedrag moet vertonen. Kunt u daar wat meer over vertellen? In andere handboeken, en vooral in verhalen van mensen die hun eigen veldwerk beschreven, die zeiden, dat is interessant. Kun je daar wat meer over vertellen? Een veel meegaandere manier. Dat had ik geleerd in Leiden. Dit is wat ik deed in Sri Lanka. Oh, wat interessant. Oh, wat mooi. Oh, wat een geweldig verhaal. Dank u wel. Meer. En de derde tactiek voor het doorvragen die ik onderzocht in mijn promotieonderzoek was deze tactiek. Ja, dat zegt u. Maar kunt u daar wat meer over vertellen? Ik formuleer het nu vrij slecht, maar ik bedoelde te zeggen, daarnet zei u wat anders. Kunt u daar wat meer over vertellen? Prikkelend interviewen, datgene wat ze op televisie doen, bij netwerk. Dat zie je niet op televisie, saai. Dit zie je wel op televisie, heel veel. Interessant, oh, geweldig, boeiend. Oh, wat een passie heb je hiervoor, Matthijs van Nieuwkerk. En hier het prikkelende, dat zie je in nieuwsprogramma's. En dit deed ik, trainde 12 interviewers op die manier. Ik trainde 12 interviewers op deze manier en 12 interviewers op een prikkelende manier. En dat deed ik om te kijken, wie heeft er gelijk? De klassieke handboeken, de handboeken waarin mensen hun eigen onderzoeksverhalen vertelden, of datgene wat veel journalisten deden en misschien wel het beste zou werken. Onder journalisten wordt in ieder geval dat als een soort summum gezien. Jeremy Paxman. En dat ging ik onderzoeken. En hoe onderzocht ik dat? Met behulp van een experiment. En bij een experiment formuleer je van tevoren hypotheses. En natuurlijk had ik ook hypotheses. Maar ik dacht, het is veel boeiender als ik jullie mee laat doen. Dus ik wil graag aan jullie vragen om op te staan als je denkt dat de gereserveerde manier, de gereserveerde tactiek, de beste tactiek was om te interviewen. Ik heb het onderzoek uitgevoerd, ik heb de resultaten, ik heb alles gezien. U mag opstaan als u denkt,
Dit, die niet beïnvloedende manier, die gereserveerde manier, waarbij je mensen de ruimte biedt, alleen maar zegt, kunt u daar wat meer over vertellen? Je laat mensen in hun waarde. Wie denkt dat dat de beste manier is? Niemand staat, gelukkig, een paar helden. 4, 3, 5, nou, een stuk of 7, 8 mensen. Oké, niet zo overtuigd van de klassieke. Interessant. Er wordt nog heel veel getraind. Deze manier, de meegaande manier. Goh, dat is interessant. Denk aan Oprah Winfrey. Oh, er wordt iemand niet goed hier. Wie gelooft dat? Kijk, de 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, dit levert meer. Dit overtuigt meer mensen. Oké, dank u wel. En wie denkt deze prikkelende manier? Sommige mensen stonden 2 keer op. Dan werd je op meerdere paar. Er zijn een aantal lafaards in de zaal. Van die mensen die bij multiple choice vraag niks invullen. Willen die even gaan staan? 2, 3. Dames en heren, wilt u deze 4 mensen een applaus geven? Want wat bleek? Ik heb daarnet in een ander college een verhaal gehouden over falsificatie. Ik had van tevoren mijn geld gezet op die prikkelende manier. Ik had tegen mijn interviewers gezegd, bij allemaal, ja, jullie manier is natuurlijk de allerbeste om ze te motiveren. En dat had ik tegen allemaal gezegd, maar ik geloofde het meest bij de prikkelende tactiek. En wat bleek, toen alles gecodeerd was, 214 interviews uitgetypt waren, alles handmatig gelabeld was, statistisch geanalyseerd was, bleek dat het geen ene bal uitmaakte. Het maakte niet uit voor Amsterdammers, het maakte niet uit voor vrienden, het maakte niet uit voor allochtonen, helemaal niets. Het kost me een half jaar van mijn promotie om dat te accepteren en 3 jaar van mijn leven. En mijn promotor zei elke keer, heel fijntjes, Popper zou zeggen, de bells of victory zullen rinkelen op het moment dat een theorie ontkracht wordt. Every time a theory gets refuted, let the bells of victory ring. Nou, zo voelde ik het niet. Maar na een half jaar besefte ik, dit is geweldig nieuws. Dit is geweldig nieuws, want die interviews, dat zijn toch hele subjectieve manieren om achter informatie te komen. Het zijn toch hele, ja, je kan van alles gaan beïnvloeden in zo'n interview. Ook al zeg je van, nou, ik probeer zo min mogelijk suggestief te zijn, dat gebeurt natuurlijk wel constant. Je hoeft maar 1 keer een beetje te fronsen en iemand interpreteert dat op een bepaalde manier en dus gaat dat interview alle kanten op, zeggen critici van zo'n interview. Maar mijn conclusie, namelijk dat het geen ene bal uitmaakt, laat zien dat zo'n interview eigenlijk hartstikke robuust is. Of je nu een beetje neutraal aan zit te rommelen, of dat je dat enthousiast meegaan doet, of dat je dat prikkelend doet, gemiddeld genomen maakt dat niet uit. Wat maakt wel uit? 2 dingen. Het eerste wat uitmaakt is of je je technieken beheerst, of je afwisselt in doorvragen, of je gericht en ongericht doorvraagt. Of je niet alleen maar zit te hummen. Of alleen maar, ik had interviewers die stelden maar 1 vraag. Heeft u daar een voorbeeld van? Nou, die kon ik wurgen bij de transcripties. Bij het uittypen van die interviews. Want die varieerden niet, van dat waren de slechte interviewers. De beste interviewers, die pasten hun vragen aan op het moment dat dat nodig was. Die luisterden goed. Die waren, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, echt nieuwsgierig. Maar dat is een uitspraak die ik doe op basis van abductie. Hé, het verbaast me. Daar kan ik een algemene regel bij bedenken. Dat zou je eigenlijk moeten gaan onderzoeken. Maar hoe ga je een experiment doen waarbij je mensen zegt, nou, jij bent wel nieuwsgierig en jij bent niet nieuwsgierig. Sommige dingen zijn gewoon heel lastig om te onderzoeken. En dat is ook direct het bruggetje
naar het volgende college, waarin ik ga vertellen waarom vrijwel alle wetenschappers, nee, ik zeg het harder, alle wetenschappers, dat is.